We zijn vertrokken in de B-finale. We kijken naar Jaap Rikkers. Wat kan Jason Noordman doen? Sven Derksen. Wat kan hij doen in deze B-finale? Het is Jason Noordman in ieder geval die de leidende positie heeft overgenomen in deze B-finale. Bij de 19-jarige geboortecrosscategorie. We gaan ook kijken naar het 89 van Rink Veenland. Rink Veenland op die tweede positie. En ook Jaap Rikkers zit erbij. Jaap Rikkers op die derde plek. We gaan kijken wat er dan gebeurt. Als ze daar nek en nek rijden met z'n tweeën. World Flying Devils, Rink Veenland, Jason Noordman. In deze B-finale spanning en sensatie. Vooraan, vooraan gaat het gebeuren. We gaan het zien met de 2-63. Jason Noordman nog steeds aan de leiding. Daarachteraan gaat hij Rink Veenland. Gaat hij nog een moeilijkheidje maken in deze B-finale? Ik weet het niet, ik zal het niet durven zeggen. Ik hou het toch nog wel even in de gaten, want ik vind het wel erg spannend. Deze B-finale wordt op de naam geschreven van niemand anders dan. Koud spannend, Jason Noordman. Hey.